moment dat je de ingreep laat doen, dan wil je toch een beetje informeren. En vond ik alleen maar filmpjes van klinieken waarbij uitgelegd wordt wat er allemaal gaat gebeuren. Maar eigenlijk helemaal geen ervaring van iemand. Dat bracht mij op het idee om die ervaring wel te delen. Van harte welkom en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag even een video hier over mijn ervaring, want ik ben vandaag gesteriliseerd. De reden van het maken van deze video is ten eerste een stukje informatievoorziening voor mensen die twijfelen of die zoiets hebben van wil ik het wel, wil ik het niet. Uiteindelijk is het natuurlijk altijd een persoonlijke keuze. Wat ik hierover kan vertellen is natuurlijk uiteindelijk mijn persoonlijke verhaal. En ik heb het opgedeeld in een aantal verschillende categorieën. En dat begint ten eerste bij de beslissing om het te laten doen. Nou, de beslissing om het te laten doen is zo'n 3, 4, 5 maanden geleden kwam Marloes op een gegeven moment bij mij, dat is mijn vrouw. En die gaf aan van ik wil stoppen met de pil. Ja, ik voel me er niet meer goed bij. En nou, dat heeft ze dan op dat moment heeft ze dat ook gedaan. Daar kan ik natuurlijk alleen maar achter staan, want je krijgt natuurlijk heel veel hormonen binnen. En als je op een gegeven moment als vrouw zijnde het gevoel krijgt van ik moet stoppen met die pil, want ik zit er al 25 jaar aan en ik voel me er echt niet meer gelukkig bij. Ja, dan kan ik daar alleen maar achter staan. Maar dan komt natuurlijk de vraag, wat ga je dan doen wat betreft voorbehoedsmiddelen? Dan zijn er een aantal opties en dat is ten eerste is er natuurlijk een optie om de man te laten steriliseren. Daarnaast had Marloes zichzelf ook kunnen laten steriliseren. Nou, dat hebben we allemaal uitgezocht. Alleen wat je dan tegenkomt is dat de sterilisatie van een vrouw dat veel meer impact heeft als voor een man. Dus uiteindelijk was die keus best wel gauw gemaakt. En hebben we besloten dat ik dat zou gaan doen. Uiteindelijk doe ik het ook voor haar en niet voor mezelf. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, maar daar heb ik het graag voor over. Vanaf het moment dat ik zelf die keuze heb gemaakt, waar je samen die keuze hebt gemaakt, ga je jezelf natuurlijk informeren. Nou, het bleek dat er een wachttijd van minimaal een half jaar aan te pas zou komen. Nou, dat is eigenlijk best wel een vervelend bericht, omdat je ja, voor jezelf de knoop doorgehaakt hebt, een beetje letterlijk. Vervolgstap in mijn geval is dat ik dan naar de dokter ben geweest. Wat je dan krijgt is een oriënterend gesprek. Dan krijg je de vraag, wil je dit daadwerkelijk wel? Wat is de reden van je beslissing? Nou, in ons geval hebben wij het natuurlijk al 2 kinderen die best wel op leeftijd zijn. Kevin straks 19, Sanne straks 21. Dus ja, gezinsuitbreiding, dat was sowieso niet iets wat nog op de planning lag. Dat gesprek met mijn huisarts was kort en was heel duidelijk. Toen heeft de huisarts van mij een melding gedaan bij het ziekenhuis. Dat heeft even geduurd en vervolgens kregen we een brief thuis, waarin vermeld stond dat we ongeveer een half jaar wachttijd dus zouden hebben. Nou, dat was best wel vervelend. Omdat je dan toch zoiets hebt van, je hebt de beslissing gemaakt en je wilt je ja, toch ook graag een beetje mentaal voorbereiden. Ja, dan duurt het nog zo lang. En wat ze daarbij vertelde is dat de wachttijd gezien de laatste jaren behoorlijk is toegenomen. Als je op een gegeven moment de beslissing hebt gemaakt om jezelf te laten steriliseren, dan komen er allerlei vragen bij je op. Dat is natuurlijk ten eerste, wat gaat er precies gebeuren? Nou, daar kun je best wel wat van vinden op internet. Het betreft een kleine operatie van ongeveer 20 à 25 minuten. En via internet heb ik best wel wat kunnen vinden, maar het zijn eigenlijk alleen maar filmpjes van klinieken die daar wat over vertellen. En wat mij verbaasde is dat je eigenlijk helemaal geen ervaringsdeskundige, oftewel iemand die het zelf gedaan heeft, wat van kon vinden. En dat is eigenlijk de reden voor mij om dit filmpje te maken. Omdat ik dat zelf eigenlijk gewoon best wel apart vond. En ik had zelf graag iemand even aan het woord gezien die het net had meegemaakt. Of die het meegemaakt heeft eerder. Maar die in ieder geval een beetje vertelt van nou, wat kun je een beetje verwachten en hoe gaat dat. En nou ja, dat is de reden dus van het maken van dit filmpje. En de ingreep bij mij is vanochtend gebeurd. Nou, de spanning liep natuurlijk van de week wel een beetje op. Hoewel dat bij mijzelf persoonlijk nogal meer viel. Ik was er eigenlijk best wel relaxed onder. Ik had de ingreep vanochtend om 9:30 gepland staan. Om 8:00 het bed uit, klaarmaken. Om 9:15 vertrokken. We moesten eerst nog een half uurtje rijden. Toen we daar binnenkwamen, aanmelden bij de receptie. Nou, dan dien je ook te betalen, want het is een ingreep die niet vergoed wordt door je zorgverzekeraar. Tenzij je dus aanvullend verzekerd bent. Alleen de vraag is of dat uiteindelijk goedkoper of interessanter is. Omdat je natuurlijk ook veel meer premie betaalt. Maar goed, wij moesten in ieder geval het bedrag volledig zelf betalen. Nou, nadat je wat formaliteiten hebt ingevuld, ga je naar de wachtkamer. In mijn geval werd ik eigenlijk, nadat ik op de stoel zat, al na 5 seconden werd ik gevraagd om binnen te komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dan word je gevraagd bij binnenkomst
om je te ontdoen van je kleding. Behalve je t-shirt en in mijn geval mocht ik de sokken nog aanhouden. Dan krijg je ook van de assistenten nog het een en ander aan vragen. En moet je een handtekening zetten voor je eigen goedkeuring. Dus de goedkeuring dat het gaat plaatsvinden. Dan word je gevraagd om op een bed te gaan liggen. De assistenten voert de handeling zelf niet uit. Daar komt vervolgens een chirurg komt daarvoor. Op het moment dat je op het bed ligt, dan geven ze wat informatie wat ze gaan doen. Dus je weet eigenlijk wel waar ze mee bezig zijn. Het is natuurlijk wel zo dat je zelf op je rug ligt met je hoofd op een kussen. Dus je krijgt er zelf niks van mee. Waar ze mee beginnen is met een verdoving. Nou, die wordt een aantal keren aangebracht. Totdat op een gegeven moment de arts eigenlijk aan mij vroeg, en dat was best wel leuk, die vroeg van, voel je eigenlijk nog wat? En op dat moment moest ik eigenlijk al nadenken van, voel ik nog wat? En toen gaf hij aan, het meeste is al gebeurd. Dus ze doen het dan aan twee kanten, want het moet zowel links als rechts. En op het moment dat hij dus dat zei, toen had hij al een gedeelte van de incisie, dus het insnijden, had hij al gedaan. Dus dat was eigenlijk ook wel een teken dat de verdoving natuurlijk heel goed werkte. Nou, als je dus de prikken van de verdoving hebt gehad, dan zijn ze ongeveer 10 minuten bezig om de handeling uit te voeren. En vervolgens is het uitgevoerd. De zaadleiders die halen ze dus uit de balzak en vervolgens knippen ze ze door. Dan worden ze dichtgebrand. En vervolgens worden ze gehecht en dan wordt de balzak weer gehecht. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk allemaal helemaal niks van heb meegekregen. Ik was er natuurlijk wel bij, maar het was allemaal zo goed verdoofd dat ik er eigenlijk weinig van heb meegekregen. Wat ik overigens nog even wil benadrukken is, dit is mijn persoonlijke ervaring natuurlijk. Het is niet zo dat het misschien voor iedereen geldt zoals ik het heb ervaren. Maar dat wil ik er wel eventjes bij zeggen. Het is ook niet zo dat dit een of andere promotievideo is voor de kliniek. En nogmaals, zoals ik al eerder zei, op het moment dat je de ingreep laat doen, dan wil je toch een beetje informeren. En vond ik alleen maar filmpjes van klinieken waarbij uitgelegd wordt wat er allemaal gaat gebeuren. Maar eigenlijk helemaal geen ervaring van iemand. Dat bracht mij op het idee om die ervaring wel te delen. Op het moment dat de ingreep weer klaar was, heb ik de mensen even bedankt die mij geholpen hebben. Vervolgens zijn we teruggegaan naar de auto. Marloes die is teruggereden, die was er continu bij. Nou moet ik zeggen dat ik denk ik zelf best wel hard kunnen rijden. Maar goed, er wordt geadviseerd om iemand mee te nemen die jou vervolgens weer naar huis inbrengt. Toen zijn we thuis gekomen en wat ik mij van tevoren al bedacht had, is eventjes proberen 1,5 à 2 uur te gaan slapen. En dan wakker worden en dan kijken hoe het op dat moment aanvoelt. Nou, inmiddels heb ik dus 1,5 à 2 uur kunnen slapen. Was eigenlijk wel lekker. En wat is nu mijn ervaring zoals het nu voelt? Nou, je merkt dat daar wat aan gebeurd is. Je loopt net iets anders dan dat je misschien anders zou doen. Maar tot nu toe is de pijn eigenlijk heel erg draaglijk. En kan ik eigenlijk vrijwel niet van pijn spreken. Dus dat is wel fijn. Het is misschien een beetje een onbehagelijk gevoel wat je hebt onder in je maag. Dan kun je misschien nog het beste vergelijken met als je een voetbalwedstrijd hebt gespeeld en je hebt er een bal in gehad, hoe dat na die tijd dan voelt. Maar echt pijnlijk is het dus niet. Dus dat valt allemaal best wel mee. Maar nogmaals, dat is mijn persoonlijke ervaring. Tot nu toe, hoe dit zich de komende dagen nog gaat ontwikkelen, dat moet nog blijken. Mijn intentie is om er ook nog een vervolgvideo op te maken. Morgen of overmorgen. Hoe ik het dan ervaren heb, hoe het misschien wel hersteld is. Ben ik wel erg benieuwd naar. Vanavond ga ik gewoon werken. Ik heb een kantoorfunctie. Dus ik zit in principe gewoon achter het bureau, want er wordt je verteld dat je geen zwaar werk mag doen. Of je kunt eigenlijk de dagen na de ingreep kun je niet spotten. Dus dat is eventjes afwachten hoe dat de komende dagen zich gaat ontwikkelen, zoals ik zei. Op dit moment voelt het goed en uiteindelijk ben ik natuurlijk ook wel blij dat het achter de rug was. Maar voor de mannen die twijfelen en die zoiets hebben van, ik vind dat eng. Ik kan me het best wel voorstellen. Mijn ervaring, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar mijn ervaring is dat als je een beetje relaxed probeert op te stellen, dat het best wel te doen is. Dit is geen promotievideo van een kliniek, maar een stukje informatie en een stukje ervaring van iemand die het net vandaag meegemaakt heeft. Voor de mannen die uiteindelijk besluiten om het te gaan doen, veel succes. En mocht je naar aanleiding van dit filmpje geïnteresseerd zijn in wat voor video's wij nog meer plaatsen, neem dan even een kijkje in de lijst van gepubliceerde video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.